Het emotionele brein. Waarom is dit zo belangrijk om te begrijpen wat het emotionele brein is? Dat wil ik in deze video gaan uitleggen. Dat waarom het zo belangrijk is om te weten waar het emotionele brein voor bestaat, uitbestaat, wat voor invloed het heeft op jouw hersenen. Kortweg, welkom in de video over het emotionele brein. Als kind is jouw brein volledig in ontwikkeling, hè? Dat duurt wel tot en met je 25e leeftijd. Dan is het eigenlijk volledig ontwikkeld, maar volledig in aanhalingstekens, want het blijft continu ontwikkelen. Periodes van moeilijke dingen, stressende dingen, zeg maar situaties met hoge invloed op het kind, geeft ook een bepaalde draai aan het brein. En dat komt allemaal door dat emotionele brein. Dus we kunnen wel zeggen dat het emotionele brein een gigantische invloed heeft over de ontwikkeling van het brein, maar ook hoe jij als persoon bent. En dan gaan we nu in deze video dus kijken waar dat vandaan komt. Dus waarom heeft het zoveel invloed? Het is de basis van het grote brein. Dat grote brein is daaruit opgebouwd. Dit grote brein noemen wij het neocortex. Het Griekse woord neos betekent nieuw en het Latijnse woord cortex betekent schors. Dus ik vind dat gewoon leuk. En dit is het denkend vermogen, dus hiermee kunnen we nadenken. Onder dit grotere brein, onze neocortex, daar zit het emotionele brein. Het wordt ook wel het limbisch systeem genoemd. En het limbisch systeem bestaat uit meerdere delen van de hersenen. Limbisch betekent het Latijnse woord voor rand of zoom. We maken ergens een zoom aan onze kleding, noemen ze dat, dus een rand. Dit is het emotionele geheugen. Het is belangrijk om te genieten, motivatie en emoties. Dit stukje is ook verbonden met zeer belangrijke gebieden in de hersenen. Bijvoorbeeld, ik ga even een paar voorbeelden opnoemen, ik ga ze niet allemaal vertellen. Ik heb hieronder ook een heleboel achtergelaten, waardoor je zelf alle bronnen kunt lezen. Dan kan je het zelf nalezen. Maar voor de mensen die het leuk vinden om gewoon even een beetje informatie te hebben en gewoon willen kijken of luisteren, daarom maak ik deze video. Maar voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn, heb ik hieronder allemaal bronnen en het hele verhaal wat ik nu vertel ook uitgetypt. Het is voor mezelf makkelijk, zodat ik weet wat ik moet vertellen. En ook voor jullie makkelijk, dat jullie er na kunnen lezen waar ik het over heb en waar ik het vandaan heb. Het idee komt in ieder geval wel uit het boek Het Brein als Medicijn. Dus ik ging een paar voorbeelden geven over wat voor invloed het emotionele brein of het limbisch systeem voor invloed heeft op jouw grote hersenen. Allereerst het orbitofrontale cortex. Sorry, ik moet dat even lezen. Mijn dyslexie laat dat niet volledig toe. Het zit net boven je oogkassen. Dit gedeelte is heel erg belangrijk voor het controleren van je emoties. En leerprocessen, op het moment dat je digitaal, dat is het gebied waarmee je kan leren. Maar ook voor het nemen van beslissingen. Als dit direct beïnvloed wordt door het emotionele brein, dan begrijp je wel hoe belangrijk het emotionele brein is. Nog een voorbeeldje wat ik wil geven. De hippocampus, ook wel het zeepaardje genoemd. We kennen natuurlijk allemaal het woord hippo en dat betekent paard. Dit is belangrijk voor je lange termijn geheugen en voor je ruimtelijke oriëntatie en nog een paar dingen. Maar deze twee vond ik het belangrijkst. En de ziekte Alzheimer, die heeft inderdaad invloed op dit gedeelte in ons hersenen. Dus ik hoop dat deze twee voorbeelden voldoende zijn om jou ervan te overtuigen dat dit emotionele brein directe invloed heeft op de ontwikkeling en het onderhouden en het, ja, eigenlijk alle vormen die we kunnen bedenken van hoe het brein is opgebouwd. Ik hoop dat jullie nu begrepen dat dit emotionele brein heel veel invloed heeft op jou als persoon.
Het belangrijkste gedeelte van het emotionele brein is de amygdala of de amandelkern. Het zijn twee dezelfde woorden. Deze staat voor het stress, angst, agressie. Deze heeft direct invloed op het ontwikkelen van het brein. Dus deze heeft het meeste invloed. Dus mensen die veel dingen mee hebben gemaakt, zoals stress, als angst en agressies, die hebben een minder ontwikkeld brein. Doordat, zoals ik begon, in je jeugd, is het, als kind wordt jouw brein ontwikkeld. Je wordt ermee geboren, maar het is nog volledig in ontwikkeling. Dus als je als kind heel veel invloed hebt gehad van buitenaf met agressie en stress en angst, dan ontwikkelt je brein minder goed of anders. Mediteren heeft een gunstige werking op de amandelkern. Dus weer dat mediteren zeer belangrijk om even tot rust te komen, om stress en angst en agressie van je af te zetten, zodat je hersenen weer beter kunnen ontwikkelen. Dus we begrijpen nu het emotionele brein, wat het voor invloed heeft op onze hersenen en de delen die ik in de hersenen heb aangekaart. Je lange termijn geheugen en je omgaan met dingen, het leerproces en dat soort dingen. Dat is allemaal afhankelijk van het emotionele brein. Dat is de basis van wie jij bent. Dus daarom heb ik dus deze video gemaakt. Om echt aan te tonen hoe belangrijk het is dat je emoties onder controle zijn. Anders gaat het invloed hebben op je zijn. En dat is wat we natuurlijk niet willen. Dus ik hoop dat ik jullie voldoende heb geïnformeerd. Misschien is dit deel 1 pas. Misschien dat ik nog een keer zoiets heb van nee, ik moet nog wel meer informatie. Omdat ik zelf er meer over leer. Dit is wat ik nu van weet. Wat ik heb opgezocht. En ik wil gewoon proberen zo duidelijk mogelijk plaatje te geven. Dus misschien dat er nog een deel 2 van deze video, van dit onderwerp, gaat komen. Bedankt voor het kijken. Blijf mentaal fit. Peace.